TruePrice heeft een methode ontwikkeld samen met haar partners om echte prijzen te meten. Dus dat zijn prijzen waarnaast de economische effecten ook de milieueffecten en de sociale effecten voor de samenleving tot uitdrukking worden gebracht. Nou, het is niet zozeer een nieuwe methode, maar wat nieuw is dat het de eerste methode is waarmee je eindelijk de milieueffecten en de sociale effecten van producten in kaart kan brengen. Zoals CO2, energie, water, landgebruik, maar ook onderbetaling van mensen, kinderarbeid en de gezondheid van werknemers in de keten. Wat betekent dit voor de consument? Het kan verschillende dingen betekenen. Dus bij sommige producten kun je echt duurzaam gaan maken. Dus daar hoeft de consument niet meer voor te betalen, maar kun je door innovatie betere producten maken. Voor andere producten zal het betekenen dat de consument ze ofwel niet meer gaat kopen, ofwel dat ze duurder worden, omdat je voor die verborgen kosten dan moet gaan betalen. Kun je een voorbeeld geven? We hebben gekeken bijvoorbeeld naar bloemen, rozen uit Kenia. En dan kijken we naar de hele levenscyclus. Dus vanaf het begin op de boerderij tot aan de winkel en het gebruik van die rozen. En interessant daarbij was, is dat de meeste impact, dus de meeste effecten, echt zitten bij die boerderij en ook wel in het transport. Dus op die boerderij hebben we gekeken naar hoeveel mensen zijn er voor nodig om zo'n roos te maken, hoeveel land is er voor nodig, hoeveel water. En dat vertalen we allemaal terug naar die ene roos. Bijvoorbeeld, dan kijken we naar hoeveel hebben mensen verdiend, hoeveel verdienen die mensen, dat zijn voornamelijk vrouwen op die boerderij. En dan kijken we ook hoeveel zouden ze moeten verdienen, zodat ze een leefbaar inkomen kunnen krijgen. En dan kijken we naar dat verschil en naar dat gat en dat vertalen we terug naar die ene roos. Zodat je weet als producent, maar ook als consument, wat zou erbij moeten, zodat degene die die roos hebben gemaakt ook een goed leven hebben. Wat kan de motivatie zijn voor een bedrijf om deze methode toe te gaan passen? Er zijn verschillende motivaties. Sommige bedrijven die vinden het goed omdat ze hiermee kunnen communiceren. Omdat ze denken, nou, we kunnen laten zien dat we het daadwerkelijk beter doen dan andere bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Maar er zijn ook echt bedrijven die dit zien als een kans om producten te maken die voor hen winst opleveren. Want dat hoort nu eenmaal bij bedrijven. Maar ook die iets opleveren voor de maatschappij en voor het milieu. Voor welke producten kan deze methode gebruikt worden? In principe kan die voor alle producten worden toegepast. En wij hebben bijvoorbeeld toegepast op die bloemen, maar ook op koffie en op cacao. Betekent dat dat het voornamelijk landbouwproducten zijn? We hebben voornamelijk gekeken nu naar landbouwproducten, omdat dat producten zijn waarbij de keten overzichtelijk is en waarbij je heel veel impact kan hebben omdat er zoveel van is. Dus ja, we vinden dat een hele belangrijke sector. Hoe kan de consument weten dat deze methode toegepast is in de prijs? Het liefst hebben we dat bestaande labels en merken de echte prijs gaan verwerken in wat ze al doen. Dus niet dat we nog een nieuw label hoeven te maken, maar dat bestaande labels, maar ook bijvoorbeeld merken, ze zelf uitrekenen en dan extern laten verifiëren. Zodat je ze op zoveel mogelijk producten tegelijk kan zien. Ontwikkelt TruePrice deze methode nu alleen of heb je daar partners voor? Nee, wij doen dat samen met partners uit verschillende sectoren en dat vinden we ook belangrijk. Zo werken we met grote bedrijven als AkzoNobel en DSM, maar ook met MKB zoals Tony Chocolonely. En we werken veel met maatschappelijke organisaties zoals ICO, maar ook Hivos, waarmee we samen de rozenstudie hebben gedaan. We zijn ook samen naar Kenia geweest daarvoor. En we zijn nu bezig om internationaal op te schalen. Zo gaan we met de VN kijken naar de effecten van landbouw op natuur.